Wat je nu wel ziet, is dat er kennelijk de drang ontstaat om opleidingen Engelstalig te maken, louter en alleen om het aantal studenten op te klikken. En dat vind ik een verkeerde ontwikkeling. En daar waar het vermoeden is dat dat ontstaat, zal ik ook universiteitsbestuurders daar kritisch op aanspreken. En ik heb nu ook bijvoorbeeld het college van bestuur van de UvA om opheldering gevraagd in verband met psychologieopleiding daar. Ik vind eigenlijk ook dat het doorslaat, de hoeveelheid Engels. Nee, we moeten het heel kritisch volgen. En ik vind ook dat, en het is kennelijk ook een element in de concurrentiestrijd tussen universiteiten om aantallen studenten. En ik vind ook dat universiteiten onderling daar eens kritisch met elkaar over in gesprek moeten gaan van waar zijn wij nu mee bezig en zijn we hier samen op de goede weg. En het zal ook zeker een onderdeel zijn bij de heroverweging van het bekostigingsmodel. Want zitten daar nou perverse prikkels in die maken dat er op deze manier wordt geprobeerd om meer bekostiging binnen te halen. Komen Nederlandse studenten daardoor in de problemen? Nou, waar we kritisch op moeten zijn is dat de groei van het aantal internationale studenten niet zo ongebreideld gaat dat dat ten koste gaat van de toegankelijkheid voor anderen. En daar gaan we heel kritisch naar kijken.